mobiele telefoon is in het geheel niet toegestaan. Elektronische apparatuur dienen vanaf nu uitgeschakeld te zijn. Of in vliegtuig moet dus worden gezet. Om de veiligheid van onze artiesten te waarborgen, is het tijdens de avondshow strikt verboden om foto's te maken met flits. In het geval dat het plein druk zou verliezen, vallen er automatisch zuurstofmaskers naar beneden. Trek, terwijl u blijft staan, het masker naar omlaag, om de slang te verlengen. Plaats het gele kroesje over de neus en mond en trek het elastiek strak. Normaal ademen activeert de luchtstroom. Doe altijd eerst uw eigen masker aan, alvorens iemand anders te helpen. Het terrein heeft één grote nooduitgang, aan de kant van de school, en één uitgang, die ook als nooduitgang kan worden gebruikt. Een nooduitgang herkent u aan het bord met een wit weglopend mannetje op een groene achtergrond. Een normale uitgang, aan het groen vierkantje met op één van de zijden een pijl. Alle uitgangen van dit plein zijn duidelijk aangegeven. Neem even de tijd om de dichtstbijzijnde te lokaliseren. Kijk goed rond. Misschien bevindt de dichtstbijzijnde nooduitgang zich wel achter u. Indien u met meer dan 780 personen aanwezig bent, gelieve dan één per één het terrein te verlaten tot het beoogde aantal van 780 is bereikt. In het onwaarschijnlijke geval dat zich een calamiteit voordoet, moet u op aangeven van iemand van het veiligheidspersoneel de breespositie aannemen. Als u de instructie breis hoort, gelieve dan gehurkt op de grond plaats te nemen en uw gehele hesje over de knieën te trekken en uw handen in uw nek te plaatsen, zoals nu door het veiligheidspersoneel wordt gedemonstreerd. Vanwege de standaard veiligheidsvoorschriften zijn wij genoodzaakt deze procedure met iedereen te oefenen. Mag ik daarom aan iedereen vragen om collectief gewurkt plaats te nemen op de grond. Brace. U vindt meer informatie en meer uitgebreide veiligheidsinstructies aan onze infostand aan de ingang van het terrein. Indien u nog vragen hebt omtrent uw eigen of andermans veiligheid, verzoeken wij zich aan de infostand te wenden, alwaar u de veiligheidsinstructies meer zorgvuldig kan bestuderen. Vanwege de standaard veiligheidsvoorschriften zullen wij nu alle schijnwerpers die gebruikt worden tijdens de avondshow kort testen. Gelieve kort uw ogen te sluiten, want het stroboscoop-effect van deze lampentestprocedure kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot een aanval van epilepsie. Dit plein is zowel vooraan, achteraan, als aan de zijkant voorzien van noodverlichting die in geval van calamiteiten of elektrische storing automatisch zal oplichten en 75 ampsiren aan licht produceert. Vanwege de standaard veiligheidsvoorschriften zullen wij nu het geluid van onze luidsprekers kort testen met een witte geluidsruis. Gelieve kort de wijsvingers in de oren te steken om eventuele gehoorschade te vermijden. Vanwege de standaard veiligheidsvoorschriften zijn wij genoodzaakt u een korte initiatie te geven en u een brand te bedwingen. Er zijn drie types brandblussers: de poederblusser, de schuimblusser en de koolstofdioxideblusser. Iemand van het veiligheidspersoneel zal u tonen hoe men een brandblusser op correcte wijze in geval van brand benut.
Let wel, het gaat over een koolstofdioxideblusser. Deze blussers zijn direct te herkennen, omdat ze een zwarte expansiekoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat dat men, tijdens gebruik van de blusser, moet vasthouden. Het handvat is nodig, omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt, tot ongeveer 80 graden Celsius. En men door deze extreme koude 30 graads brandwonden kan oplopen. Deze blusser dienen minstens op 2 meter afstand van personen gebruikt te worden. Met dank aan SomaTV. Vanwege de standaard veiligheidsvoorschriften zullen wij nu samen overgaan tot het slaken van een noodkreet, opdat wij in het uitzonderlijke geval van een noodsituatie in de mogelijkheid zouden zijn om collectief om hulp te roepen. Mag ik iedereen verzoeken om recht te staan, de handen licht te vouwen en naar de mond te brengen en op mijn teken kort hulp, hulp, hulp te roepen. 3, 2, 1. Volg in geval van evacuatie goed de instructies op van het veiligheidspersoneel. Laat al uw bezittingen achter en begeef u zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde nooduitgang. En denk eraan, deze bevindt zich misschien wel achter u. Vanwege de standaard veiligheidsvoorschriften zullen wij nu een korte demonstratie geven in de correcte draagwijze van een slachtoffer op een draagbare. Richt uw aandacht naar het podium, alwaar 3 leden van ons veiligheidspersoneel nu het correcte draagbare-draagprocedé demonstreren. Vanwege de standaard veiligheidsvoorschriften zijn wij genoodzaakt de oprijlaan van ingang tot nooduitgang ten alle tijde proper te houden en vrij van afval, groot en klein. Daarom zullen wij nu kort maar krachtig het terrein vrijmaken van achtergebleven afval en ander zwerfvuil. De stadsdiensten van Ivago stellen hiervoor chauffeur en deze wagen tot beschikking. Tijdens de schoonmaak op de